Alles wordt zichtbaar. En dat betekent dat bestuurders ook persoonlijk steeds kwetsbaarder worden. Ik denk dat een van de grote voordelen van het juiste doen als niemand kijkt, is dat je daar ontzettend veel voldoening uit haalt. Ja. Als er nou één thema in de huidige tijd actueel is, dan is het misschien wel leiderschap. En over dat onderwerp verscheen recent een heel erg boeiend boek. En dat boek heet Het juiste doen als niemand kijkt. En de auteur is bij mij, Frank Peters. Hartelijk welkom. Dankjewel. Waar gaat het boek over? Het boek gaat over integriteit en over lessen uit de filosofie en de ethiek voor leiders van nu. Vijf elementen uit het boek. En het eerste is: het louter voldoen aan wet en regelgeving is nu onvoldoende. Dat is niet meer genoeg? Nee, dat is het grote misverstand. Hè. Een bedrijf heeft vaak al moeite om aan wet en regelgeving te voldoen. Maar daarbovenop verwacht de omgeving ook iets van je. Hè? Je als onderneming en als bestuurder ben je niet geïsoleerd aan het ondernemen. Je bent onderdeel van de samenleving en de samenleving verwacht iets van je. En bovendien heeft de samenleving eigen waarden en normen. Ethiek een belangrijk component. Je hebt ook filosofen gesproken en zo in je boek. En je zegt ieder besluit heeft een ethische component. Leg eens uit. Nou, dat heeft dus te maken met het feit dat ethiek gaat over het schaden van belangen of het raken van belangen van jouw stakeholders. En dat kunnen klanten zijn, kunnen medewerkers zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook de samenleving zijn. Omdat je bijvoorbeeld, neem Shell, omdat je bijvoorbeeld via het schaden van natuur en milieu bijvoorbeeld de impact op een lokale samenleving veroorzaakt. Ja. Dus uiteindelijk is ieder besluit wat je neemt, als jij morgen als een energiemaatschappij ergens een windmolen plaatst, dan schaad je daarmee eigenlijk, en dat doe je vlakbij een woonwijk, dan schaad je daarmee het belang van de bewoners in die woonwijk. En daardoor ontstaat er in de ogen van de ethiek, ontstaat er daarmee een integriteitsvraagstuk. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel kleine besluiten die je neemt als leider. Hè? Ja. Zit daar ook altijd een ethische component in? Er zit altijd een ethische component in. Bijvoorbeeld als jij de een in je organisatie een promotie geeft, terwijl de ander er net zoveel recht op heeft, dan schaadt je daarmee alweer het belang van een andere medewerker in je organisatie. Want het zegt iets over hoe jij denkt over dingen. Exact. Is dat het? Ja. Zoals dat je bij de ene bedrijf aankomt en de beste parkeerplaatsen staat het bordje directeur. Voor de directeur, zeker. En bij de andere staat het bordje klanten. Ja. En als je inderdaad de beste plaatsen reserveert voor jezelf, dan schaadt je daarmee feitelijk ook weer een belang van je gasten die komen. Ja, ik word er altijd heel obstinaat van. Ja, zeker. Ik parkeer daar altijd eigenlijk. De derde, kom uit de bubbel. Ja. Weet wie jouw stakeholders zijn en creëer waarde voor iedereen. Ja, eigenlijk een heel belangrijk probleem waardoor integriteitsvraagstukken eigenlijk escaleren. Mm-hmm. Is omdat de bestuurders van organisaties eigenlijk vooral met hun eigen organisatie en met zichzelf bezig zijn. Ja. Er is een cultuur van wegkijken in heel erg veel bedrijven. De natuurlijke neiging bij druk en bij tegenstand is ook duiken. Dat blijkt ook uit onderzoek. 90% van de bestuurders ontkent dat er een issue is of een probleem is, of dat er mogelijk een belang wordt geschaad van iemand. Is moeilijk ook, denk ik. Het is heel moeilijk, want het is heel moeilijk om je kwetsbaar op te stellen en om je open op te stellen, ook naar degene die iets van je vinden. Dan gaat het zover terug als het kindje die gesnoept heeft en de chocola zit om de mondhoek en toch zegt hij nog, ik heb het niet gedaan. Zeker, is dat blijkbaar iets heel menselijks? Dat is iets heel menselijks. Het is blijkbaar heel menselijk dat je eerst ontkent en dat je achteraf, wanneer de druk uiteindelijk te groot wordt, dan dat je uiteindelijk alsnog met een bekentenis komt. Maar dan is het natuurlijk vaak te laat, zeker in dit social media tijdperk, waarin eigenlijk de druk heel snel met een paar tweets is te organiseren. Ja, want is het palet aan stakeholders ook enorm verbreed wat dat betreft? Het is niet zozeer verbreed, maar de druk kan nu heel makkelijk gemobiliseerd worden. Omdat eigenlijk iedere persoon met een smartphone en een internetverbinding is eigenlijk een journalist geworden. Ja. Dus iedereen die publiek van jou iets vindt en daarover tweet of een post doet op Facebook of LinkedIn, die kan daarmee druk mobiliseren. En hoe kom je uit die bubbel? Dat is door heel kritisch te zijn op eigenlijk wie je om je heen verzameld hebt. Hè? Want bestuurders zijn er heel erg goed in om vooral
aantal medestanders rond zich te verzamelen. Ja. Mensen die hetzelfde denken als zij. Ja. En dat werkt in de praktijk natuurlijk heel efficiënt. Want die hebben aan een half woord genoeg. Ja. Maar in het kader van de blik op buiten richten en de buitenwereld naar binnen halen, werkt dat niet altijd even goed. Dus een van de technieken om dat te doen is door te monitoren, hè, door social media monitoring te doen, door sentimenten ook naar binnen te halen, door bijvoorbeeld een tegenspreker te betrekken. Dus een adviseur, dat kan een jurist zijn, dat kan een reputatieadviseur zijn, dat kunnen verschillende mensen zijn. Door hen te vragen te reflecteren op jouw handelen, of wanneer je een belangrijk besluit gaat nemen, dat besluit ook eerst aan hen voor te leggen. Ja. Maar het zit ook in het nagaan van wie zijn nu voor jou de belangrijke stakeholders en het gesprek met hen aangaan. Mm. En ze gewoon heel direct vragen, wat zijn je verwachtingen? Hoe kijk je tegen mij en tegen mijn organisatie aan? Hoe zorg je voor een integere cultuur? Want dat is een van jouw adviezen in de top 5, zeg maar. Hoe doe je dat? Ja, eigenlijk zul je ervoor moeten zorgen dat heel duidelijk is waar jij voor staat als organisatie. Dus je moet nadenken over wat wil ik betekenen voor mijn omgeving. En niet alleen dus voor je aandeelhouders, maar dat is wat zo mooi de why genoemd wordt door Simon Sinek, of de purpose van je organisatie. Ik noem dat eigenlijk gewoon het organisatiedoel. Ja. En dat doel moet eigenlijk gericht zijn op de omgeving. Hè? En daarnaast moet je nadenken over wat is mijn missie en mijn visie. Maar ook wat zijn de waarden en normen die we voorstaan in de organisatie. Ook de omgeving, ook commerciële klanten, die kiezen steeds vaker organisaties die zij qua waarden en normen dichtbij hen vinden staan. Ja. Zeker de jonge klanten doen dat steeds vaker. Er is nu een discussie gaande over de beursgang van Deliveroo, hè, die heel erg tegenvalt. Sommige beursexperts zeggen dan, ja, dat is gewoon de markt. Maar er is toch een grote groep mensen die zegt van, ja, dat heeft toch ook te maken met die cultuur van Deliveroo. Ja. Geloof jij daar? En ook met integriteit inderdaad. Ja. Want daar speelt natuurlijk heel erg het betalingsissue en het werkgeven van de bezorgers. Ja. Dat is een onderwerp waarop zeker ook een organisatie bekeken wordt. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is inderdaad. Is het zaak dat je als... Ja, ik heb altijd gezegd van, ik vind het enorm leuk als bedrijven idealisme en commercie proberen te combineren. Juist vanwege die spanning. Is het belangrijk dat elk bedrijf dat idealisme, noem ik het maar even, vorm geeft? Ja. Ik denk het wel. Hm. Je hoeft het misschien niet eens idealisme te noemen. Nee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor jezelf. Want dan kom je eigenlijk op dat punt dat het ook gewoon leuk is om goed te doen. Ja, want dat is richting het laatste punt inderdaad. Hè? Want dat is en wat dat je is een zegt, hele mooie brug eigenlijk daarna. Ik denk dat je daar ontzettend voor je organisatie, voor je team, voor het motiveren van mensen, maar ook het zeg maar de samenwerking met stakeholders, dat je daar heel erg veel energie en plezier uit haalt. Juist als je dat idealisme in je hebt. Ja. En op zich is het niet eens zo dat idealisme bijzonder zou moeten zijn. Eigenlijk zou dat de norm moeten zijn. Hè? Dat je het juist te doen als niemand kijkt. Dus dat zou eigenlijk het normaal moeten zijn. Ja. En ik denk dat je dan met veel meer plezier onderneemt in de praktijk. Nou, wie weet dat jouw boek hier een bijdrage aan kan leveren. Zoals je ziet, ik ben er nog mee bezig. Ik ben hem aan het molesteren, het boek, helaas. Maar ik heb begrepen dat jij dat ook doet. Ik doe hetzelfde. Ja, als je boeken leest, dan maak je aantekeningen. Ik schrijf mijn boeken helemaal blauw. Ja, precies. Nou, ik ben er nog mee bezig. Maar dit gesprek heeft me weer heel veel gebracht. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En voor de kijkers, het juiste doen als niemand kijkt. Het is een aanrader. Dit is geen commercial, maar het is wel een aanrader. Het is een super tof boek voor leiders. Dankjewel voor het kijken. En wil je meer zien van 7DTV? Blijf dan vooral hangen, want hierna 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi!